Voorverpakte goederen zoals uien, aardappelen, suiker, zout, groene en gele pezi hebben meestal niet het juiste gewicht. Dit heeft de Economische Controledienst van het ministerie van Handel en Industrie geconstateerd tijdens controlewerkzaamheden in winkels en supermarkten de afgelopen dagen. De controle is uitgevoerd, dus zorg en hoop, en in komen In plaats van 1 kilogram hadden de producten een gewicht tussen de 950 en 990 gram. De winkeliers die zich daaraan schuldig hebben gemaakt, moesten terstond de voorverpakte goederen van de rekken halen en ze opnieuw verpakken met het juiste gewicht. Het ministerie zal op korte termijn verplicht stellen dat er in elke winkel een geëikte weegschaal beschikbaar is voor de consument voor de eigen controle van het gewicht. Ook prijsopdrijving van babyvoeding heeft de Controledienst geconstateerd. De winkeliers hanteerden een hogere winstmarge dan wettelijk voor de kleinhandel is vastgesteld, namelijk 15 Deze producten moesten meteen van de juiste prijs worden voorzien. Deze winkeliers zullen ook een boete opgelegd krijgen vanwege prijsopdrijving. In sommige supermarkets, met name die in Commonwejnen, zijn ook producten aangetroffen die volgens de wet op bestrijdingsmiddelen verboden zijn. Ook sigaretten die afkomstig zijn van smokkel zijn in beslag genomen en die winkeliers riskeren een fikse boete. Verder hebben vele winkeliers de regels overtreden door alcoholhoudende dranken per shot te verkopen. Hiervoor is er namelijk een vergunning nodig. Met de acties van de Economische Controledienst wil het ministerie van Handel en Industrie aangeven dat ze alles in het werk stelt dat winkeliers zich aan de regels houden.